a city of dreams. And I'm a big dreamer. You're breathtaking. Dankjewel, man. Oh, wow. Oh, heb je zat dat ook zeg maar in je hoofd van dat ga ik doen als zijnde van ik ben Keanu Reeves. Ik doe even zo van ja, weet je, wake up samurai, wake up. Oh. Ja, het is natuurlijk. Ik bedoel, ik kan. Ja, dit moet je wel even flexen. Ja. Ik snap het. Kijk, CD Projekt Red, als ze aanwezig zijn op een beurs en ze doen behind closed doors een presentatie, dan hebben ze altijd iets tofs om mee te geven. En Amador, weet je, die loopt Gamescom in, loopt bij CD Projekt Red naar binnen, krijgt zo'n mooi, ja, eerste afspraak, krijgt meteen zo'n mooi hesje mee. Denk er niet over na of je er misschien eentje voor jou of voor mij meeneemt. Nee, Amador moet weer even lopen flexen. Maar goed, dan heeft hij wel een Cyberpunk 2077 hesje en de game aan mogen schouwen. Hoe zit het met die presentatie? Was dat hands-off, hands-on? Wat heb je gezien slash gespeeld? Het was helaas hands-off, maar het was al 3 kwartier lang. Dus we hebben er echt heel veel gezien. Het eerste deel was vooral, liet ze even zien hoe de omgeving eruit zag. Hoe mooi het is. Echt verschrikkelijk mooi. Heel sfeervol ook. Er gebeurt van alles om je heen. Je hebt niet het idee dat de wereld om jou draait, maar dat de wereld gewoon al lang bezig is en jij er toevallig doorheen loopt. Worldbuilding. Ja, maar echt. Dat je loopt, dat er iemand een paar ruiten aan het intikken is. Dat er verderop in de verte hoor je gunshots. En er wordt dan een soort van mini-oorlog gewoon gewoon beklonken. En dan gaat er een helikopter en een of andere wolkenkrabber in. Dat gebeurt gewoon allemaal omheen terwijl jij rustig een missie aan het doen bent. Ja, dit vind ik allemaal super tof klinken. Maar heb je niet een moment gedacht zo van ja, maar dit is een hands-off demonstratie. Dus waarschijnlijk is dit allemaal, weet je al, pre-scripted dat dit gebeurt. Dat was te veel aan de hand dat ik dat dacht. Ik bedoel, er werd ook gewoon gepraat, je hoorde geroezemoes in de straten. Het voelde echt niet zeg maar opgedikt zoals je dat zou hebben. Nee, oké. Bij een hands-on. Oké, dus CD Projekt Red, die neemt je 45 minuten lang mee door die stad. Hebben we missies gezien? Hebben we skill trees gezien? Ja. Wat is er precies voor nieuwigheid die we zeg maar zelf niet gezien hebben in die 41 minuten lange gameplay video die gelivestreamd werd? Nee, we zien vooral hoe diepgaand de game is in echt alles. Je begint al met het customizen, heeft al invloed op het verhaal. Je kan kiezen wat voor achtergrond je hebt. Een of andere street kid ben je geworden. Je bent weggelopen van een corporatie. Of je bent gewoon een of andere loner. Een beetje de biker guy, om maar zo te zeggen. Het is gewoon de Keanu Reeves rol. In principe wel. En je kiest daarna ook voor je uiterlijk. Daar word je ook op aangesproken. Dus als jij ontzettend verkrekt uit met een hanen komt, dan heb je gewoon een grote kans dat ze het specifiek ook tegen je zeggen. Ja, maar bijvoorbeeld ook dat je weer makkelijker de biker gang in komt, toch? Neem ik aan ja, dan. Ja, precies, dat soort dingen. Maar ook dat je hebt ook specifieke voice lines die je alleen maar kan gebruiken als je of een street kid bent of dat soort dingen. Waardoor je dus weer hele unieke conversaties krijgt met andere mensen. Ja, iets wat denk ik ook niet in, weet je, als CD Projekt Red de vorige game mogelijk was met The Witcher 3. Want je was Geralt of Rivia, punt. En nu ben je een beide handje die dan op een gegeven moment een line gooit die iemand die net uit de corporatie ontsnapt, dus dat niet zou zeggen, weet je. Nee, oké. Okay, dus een what a punk, weet je, dat soort dingen. I need your clothes, I need your boots. Ja, precies, ja. Oké, okay, dus er is wel aardig wat roleplaying aanwezig, dat hebben we dan wel gezien. Dat klinkt alvast goed. Hoe zit het, heb je verder nog zeg maar, een paar dingen gezien waarvan je dacht van, nice. De skill tree is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Het is heel fluide, je kan eigenlijk al je facetten kan je langzaam uitbeelden wat je wil. Dus je hebt hacken, je hebt kracht, je hebt ook fysieke dingen, dat je wat meer health en dat soort dingen hebt. Maar zorg er ook voor dat je de game compleet anders speelt. Zoals elke game, bijna elke open wereld game zegt, je kan elke missie doen zoals je het zou willen. Kijk, zie je die berg daar? Ja, daar kun je naartoe. Ja, precies. Nou, dat is ook echt wel zo. Maar je hebt ook echt daadwerkelijk routes die voor je afgesloten zijn als jij niet de skills ervoor hebt. Weet je, je moet op een gegeven moment infiltreren in een gebouw. Daar zaten de animals in, dat zijn echt wel die pumped up, echt supersterke guys. En je kon kiezen voor een corridor vol met camera's. Dat kun je als hacker kun je dat natuurlijk allemaal uitschakelen. Ja, dat is mijn route. Ja, maar als je dan echt de bulky guy bent, die heeft die hack skills niet, dan kan je door een ijzeren deur heen rippen. Maar dat kan de hacker bijvoorbeeld dan weer niet. Nee, oké. Okay. Dus dit zijn echt die typisch die RPG-elementen die
denk ik wel heel veel mensen gaan triggeren. Is er een manier om dat, weet je wel, alles te spekken? Of ja, zorgen ze ervoor dat je uiteindelijk, weet je, als je zegt ik ben een hacker, dan mag je niet meer sterk zijn of zo? Nee, je kan het allebei wel. Kijk, uiteindelijk maak je wel iets van een compromis. Als je vol hacker gaat, kan je natuurlijk niet ook vol bulky guy worden. Nee, okay. Maar je kan wel een beetje van beide kiezen. Mix and match. Ja, en het is ook allebei nog wel. Het is ook wel gewoon effectief nog steeds. Het is niet dat je een paar skill points voor de sier ergens hebt ingegooid. Je hebt er daadwerkelijk ook nog wel wat aan. En ja, maar ook de combat ook. Als hacker, die animals, dat zijn dus ook halve androids, om maar zo te zeggen. En die zitten gelinkt aan het netwerk van het gebouw waar ze in zitten. Dus uiteindelijk, als hacker, weet je dus de hoofdterminal te vinden. En kan je dus echt letterlijk iedereen hacken. Dat is echt fantastisch. Iemand die je op een gegeven moment hackt en die schiet zichzelf dan een keer door zijn kop. Kijk, dat is het cyberpunk wat ik zoek. Ze hebben een training facility dat op een gegeven moment zit iemand te sparren met een mechanische robot. En hij hackt die robot en die slaat zo bijna de kop van die gozer eraf die aan het oefenen is. Tot dusver sparren, motherfucker. Ja, dat soort geintjes. En als bulky guy kan je dan weer iemand, zeg maar, in een houtgreep nemen. Die gebruik je dan als human shield. Dan loop je naar een of andere turret die compleet zijn magazijn leeg aan het schieten is op je. Kom je in de buurt van die turret, trek je die turret van zijn plek af. En dan gebruik je de turret om iedereen neer te maaien. Ja, oké. Okay. Maar dit zijn echt dingen. Ik wil dit ook heel erg graag zelf ervaren. Want ik heb zoiets van, als CD Projekt Red het laat zien, dan zie je natuurlijk altijd wel het mooiste. Maar gaan we dit nog, zeg maar, ervaren voordat het uiteindelijk uit is? Want ik heb een beetje het idee dat er geen stempel op te gooien is met, weet je wel, is dit nou helemaal de shit? Of is CD Projekt Red echt gewoon heel erg goed in gameplay demo's gewoon een soort van in elkaar draaien. Ja, weet je, de demo ziet er niet ongeloofwaardig uit. Het is niet, om maar even zo heel onherbiedig te zeggen aan Ubisoft, het is geen Watch Dogs 1. Ja, okay, weet je, dat is dat je denkt van ik kan niet. Ik zie dit draaien op PS4 Pro. Ik denk waarschijnlijk dat het meer voor de toekomst is voor de PS5. Dus een beetje combi. Ja, het zou me niet verbazen als het die kant op gaat. Precies. En ik geloof het. Ik geloof het oprecht. Het zal echt fijn. Ik wil het ook heel graag geloven, maar het is bijna te mooi om waar te zijn. Ik bedoel de graphics en de gameplay die hier beschreven wordt. Het is bijna dat je echt denkt van, oh shit, dit kan toch niet. Nee, maar ja, ik heb... Jij bent wel om. Ik ben om. Ja, misschien komt het door de jas ook, maar... Ja, ik denk dat ze je wel makkelijk... Ja, weet je, het is een goed jasje. Ze hebben me gepaaid, denk ik. Maar het is nog tot 16 april volgens mij uit mijn hoofd wanneer het uitkomt. Ze hebben nog eventjes. Dus ze hebben nog eventjes. En ik gok dat er tussendoor echt nog wel een gameplay evenement komt om hands-on te gaan. Ik hoop een let's play met Keanu Reeves. Dat zou heel dope zijn. Maar ja, dus wachten tot echt een hands-on om helemaal een oordeel te kunnen vellen. Maar het ziet er soepel uit, het draait lekker. Het is, ja, het is zo uitgebreid. Ja, ik kan echt niet wachten. Ik kan oprecht niet wachten. Nou, je hoort het. In april kunnen we ermee aan de slag. Amador is helemaal wild. Als je er meer over wil weten, check dan vooral ook de volledige geschreven preview van onze Amador. En als je verder nog vragen hebt of opmerkingen of whatever, daar is de comment sectie voor. En dan kan onze Amador daar gewoon netjes op reageren. En die kan dan precies zeggen wat hij heeft gezien, wat jij wil weten van Cyberpunk 2077. Voor de rest van alle Gamescom coverage ben je welkom op gamersnet.nl. En vergeet ook niet, your breath taken. Dank je. Nee, de eerste was voor jou, ja. De tweede was voor hun. Maar toch voel ik me aangesproken. Ja, zo'n kastje ben je wel.